Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Als we even lekker genieten weer zo, hè, met aanbidding. Even met elkaar de Heer aanbidden. Even de focus weer op Hem. Ik hoop ook dat we vanochtend ook echt nu, als ik mijn boodschap deel, dat we ook focus kunnen hebben op wat uh, God tegen ons vandaag wil zeggen. Um, ik geloof dat het ook echt een significante boodschap is. Het is iets wat ik al eerder over heb gesproken. Alleen ik heb nu meer openbaring. Dat is wel interessant. Ik heb mijn notities van de vorige preek erbij gehaald. Ik heb een keer eerder letterlijk over dit thema gesproken. Want ik ga spreek, spreken over Sabbat. De Sabbat. Wat betekent Sabbat? Uh, en hoe kunnen we dat in ons eigen leven gaan interpreteren, uh, implementeren? En um, hoe komt dat dat ik hierbij kon? Um, dat komt eigenlijk omdat ik zelf een beetje vastliep. En ik wil jullie ook even meenemen in mijn eigen persoonlijk leven. Het was uh, vrijdagavond. Ik had een avondje vrij. Ik dacht, oh heerlijk, even vanavond lekker niks. En uh, we hadden gegeten en ik dacht, oh lekker. Maar ik dacht, oh, misschien goed om nog even wat appjes te beantwoorden. En soms als je een drukke week bent, dan heb je al die appjes die, of die mailtjes die nog ergens in je hoofd zitten. Oh, daar moet ik nog op reageren en daar moet ik nog op reageren. En ik had me eigenlijk voorgenomen om te gaan hardlopen. Dat is iets wat me energie geeft. En daarna even lekker een boekje te gaan lezen. Maar ik dacht, ik begin even met mijn telefoon. En voordat ik het wist, was ik een uur verder. En dacht, oh wacht even, het is al acht uur. Ik moet echt gaan hardlopen, want anders is de avond om voordat je het weet. En ik liep eigenlijk in mijn hardloopkleren en met mijn telefoon al wandelend zo de deur uit. En tijdens het wandelen was ik nog voice notes aan het opnemen. En voordat ik het wist, was ik letterlijk al voorbij Jan Snel. Dus zeg maar twee kilometer verder gewandeld. En ik was nog steeds niet aan het hardlopen. En ik voelde gewoon dat ik een soort werd opgejaagd door hetgene wat ik het gevoel had van ja, ik moet dit nog doen. Ik wil dit nog even doen. Voor, ik kan pas rust nemen voordat ik dit heb afgewerkt. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar soms is het heel moeilijk om te rusten als je weet wat je allemaal nog moet doen. En dan realiseer je, misschien helpt het om het gewoon even af te werken. Dus ik ging eigenlijk verder. En um, ondertussen was ik al bijna bij de rotonde. Ik Nou, laat ik maar vast omkeren. En misschien is het toch goed om te gaan hardlopen. En toen zei ik heer. Ik merk, ik kan gewoon een soort niet stoppen. Mijn hoofd is zo druk en alles wat er in mijn hoofd, ik kan gewoon niet stoppen. En toen ervaar ik dat de Heilige Geest zegt, zet je telefoon gewoon uit. Stop ermee, zet je telefoon uit en ga gewoon doen waar je vanavond van plan was. Ja, toen dacht ik bij mezelf, dat is nog niet zo'n stom idee. Dus ik deed even een harde, een harde, hoe zeg je dat, niet wat ik wel eens doe, dat ik mijn geluid uitzet. Maar ik zet er gewoon even mijn telefoon... Fysiek uit. Dat je ook niet als je hem aan hebt ziet wat erop ligt. Ik zette mijn telefoon uit en ik voelde gewoon iets in mijn lichaam. Ik weet niet, ik kan het heel moeilijk omschrijven, maar er gebeurde iets in mij wat ik super fijn vond. Ik voelde net of dat ik even werd losgekoppeld van alles wat mij continu bezig hield. En ik had aardig rust. Ik ben gaan hardlopen, even het laatste drie kilometer even naar huis is gerend. En ik kwam thuis en ik dacht, oh, lekker zeg. En ik merkte dat het even onwennig was. Je wilde toch even kijken op je telefoon of kijken of er toch niet iets gebeurde. Even, maar hij was uit. En ik ben gaan zitten en heel bijzonder, het is echt geen toeval. Ik was een boek aan het lezen en op dat, op dat moment ging ik lezen over Sabbat. Het ging eerst over Egypte en slavernij en vervolgens ging het door in Sabbat. En ik was het aan het lezen en het was of dat de Heer me liet zien... dit is iets wat je moet gaan veranderen in je leven. Dit is iets, ik had echt het idee dat de Heer mij een sleutel gaf... En ik voelde het in de geest en daarna ben ik ook verder gaan nadenken: oké, okay, hoe zit het dan met de Sabbat? Maar hoe zit mijn theologie over de Sabbat? Want ik heb altijd ook nagedacht: het is niet de eerste keer natuurlijk dat ik over de Sabbat nadenk. En hoe zit dat dan? Hoe zit dat dan met de wet? Want ik heb altijd het idee: de Sabbat, gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt, is iets wat ik elke zondag heb gehoord, is onderdeel van de wet. En je gaat zien als ja, het is iets van de regels van God. En natuurlijk zijn de regels van God goed. Maar ik zit ook na te denken: hoe zit het dan in het nieuwe verbond? We hebben zitten in het nieuwe verbond. En we weten allemaal dat het nieuwe verbond anders is dan het oude verbond. En de regels van het nieuwe verbond die zijn ook uiteindelijk ook veel hoger. En dat, heb ik ook over, en dat heb ik ook altijd zo gezien bij de sabbat. We hebben een hogere sabbat in het nieuwe verbond. Net zoals de heer Jezus in de bergreden uiteindelijk ook de wet naar een hoger niveau tilde. In het Oude Testament mocht je nog naar een vrouw kijken als je maar niet overspel had gepleegd. Dus alleen de fysieke overspel was overspel. Maar Jezus zegt, als je al hebt gekeken naar een vrouw met lust, heb je al overspel gepleegd. In het Oude Verbond was het oog om oog, tand om tand. Als iemand jou iets onrecht werd aangedaan, dan mocht jij vergelden. In het Nieuwe Verbond zegt Jezus dat we onze vijanden lief moeten hebben. In het nieuwe verbond zegt Jezus: als je iemand al haat, heb je hem al vermoord. En zo heb ik nooit helemaal helder gehad. Oké, okay, wat is er dan met die Shabbat gebeurd? En ik heb ook altijd wel begrepen: als je zes dagen alleen maar aan het rennen bent. die ene dag gaat je misschien dan ook weer helemaal geen rust. Ik heb het nooit helemaal begrepen. Althans, ik dacht dat ik het begreep omdat ik altijd wel heb ervaren, als we naar Hebreeën 4 kijken, dan zien we dat Jezus de nieuwe Shabbat is, dat Jezus degene is die rust geeft. Dus mijn theologie was eigenlijk, als je Jezus kent, dan heb je rust en dan ga je vanuit de rust met Jezus leven en is elke dag eigenlijk als een Shabbatdag. Ken je dat misschien in je eigen leven? Dat je, hè, we, komen, we, we zitten niet meer onder de wet uh, en we zijn met Jezus in de rust. Het is een beetje als tiende. Tiende en de Shabbat zag ik een beetje als hetzelfde. Het was er al voor de schepping en het is niet vervallen. Alleen bij tiende weten we natuurlijk, het, het is niet zo als je 10% geeft dat je 90% mag houden. De Heer Jezus zegt, als je mij wil volgen moet je alles geven. En zo eigenlijk zag ik een beetje Shabbat als tiende. Het is geen wet meer, want het is veranderd naar alles. We geven alles aan Jezus. En zo heb ik ook echt ervaren van... oké okay, heren, u bent mijn rust. En heb ik eigenlijk voor mezelf de Shabbat een beetje geparkeerd. Ik probeerde wel he, op, op tijd te rusten. Ik weet ook gewoon dat ik rust nodig heb. Dus ik ging regelmatig of even weg... of een, of een weekje op vakantie. Of dat je probeerde zaterdag wat rust, tot rust te komen. Maar uiteindelijk... ja... Werkte dat niet? Kwam ik er eigenlijk achter in mijn leven dat het gewoon niet functioneert en dat het me eigenlijk niet lukte om te stoppen? Dus ik ben na gaan denken over Sabbat. Wat betekent het voor ons nu? En ik wil jullie eigenlijk mee gaan nemen in mijn eigen zoektocht deze morgen. En ook hoe we en hoe ik het nu praktisch ga invullen. Maar ik wil eerst even gaan kijken met jullie naar Hebreeën 4, wat het nieuwe verbond zegt over rust. Hebreeën 4, vers 1 tot 11, ik heb het op de biemen laten zetten. En het staat ook boven de rust die God geeft. Dus God geeft ons rust. Lees met me mee, laten wij er dan beducht voor zijn dat niemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Want ook aan ons is het Evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen, zoals hij gezegd heeft. Daarom heb ik in mijn toren gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan. En dat terwijl zij zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn, want hij heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En op deze plaats opnieuw: zij zullen mijn rust niet binnengaan, omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan en dat zij aan wie het evangelie eerst verkondigd was, niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid. Bepaalt Hij opnieuw een zekere dag, namelijk heden, wanneer Hij zo lang, zo lange tijd daarna door David zegt, Zoals al eerder gezegd is, heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Want zoals Joshua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag. Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor, God, voor het volk van God. Want wie zijn rust is binnengegaan, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat op dat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val gaan komen zal komen. En het is heel fascinerend dit stukje, want uiteindelijk praat het lijkt het wel of dat het over Jezus, Sabbat, Jezus, Sabbat het lijkt wel of dat alles door elkaar heen loopt. Is het nou die ene Sabbatdag rust die rust geeft of is het Jezus? Nou uiteindelijk is het natuurlijk heel duidelijk, het evangelie is uiteindelijk de boodschap van rust. Als je, je, kan elke dag, je kan elke week een dag van rust hebben, maar als je onder oordeel leeft, als je onder veroordeling van je eigen zonde en je weet dat je voor een dag voor God moet verschijnen, dan kun je geen rust hebben, al, al heb je de hele week Shabbat. Dus het is super belangrijk dat we gaan begrijpen dat Jezus rust geeft. Het kennen van Jezus en het weten dat Jezus voor jouw zonde is gestorven... en dat hij het oordeel van jou wegneemt doordat hij de straf voor jou heeft gedragen... dat geeft echte rust. Dat, geeft, dat iedereen die, dat heeft, die zijn leven aan Jezus heeft gegeven, die weet dat. Het moment dat je je overgaf aan Jezus, dat je zegt... oké okay, heren, ik geef me helemaal aan u over... dat geeft ten diepste een diepe rust... Maar tegelijkertijd zegt dit stuk: Ja, maar God rustte ook op de zevende dag. Ik, toen ik dat las, dacht ik bij mezelf: Ja, maar wat is dan de relatie? Het gaat toch over het evangelie? Maar het lijkt wel of dat de schrijver wil zeggen: Wacht even, denk niet dat dan de Shabbat niet meer telt. Denk niet dat je dan, want het interessante is, ik heb het ook dik gedrukt, als je het kan lezen, er staat gewoon: Er blijft dus nog een shabbatsrust over voor het volk van God. Want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust zoals God van de zijne. Dus het is superbelangrijk dat wij gaan zien dat het ene niet los is van de ander. Jezus rust. Jezus geeft vrede. Maar tegelijkertijd worden we er direct aan herinnerd om de Shabbat te vieren, om die ene dag te vieren. Waarom? En ik denk dat dat voor mij heel duidelijk is. Het is onderdeel van de scheppingsorde. Ik geloof echt dat Shabbat vieren, en ik ga straks uitleggen wat het praktisch inhoudt, is onderdeel van de scheppingsorde. Net als slapen, eten en noem maar op. Het is een ritme dat God heeft gebracht in de schepping. En het is niet erg om het een keer over te slaan, maar je doet jezelf tekort. Het is hetzelfde als slapen. Je hoeft niet per se te slapen. Je gaat niet dood als je een nachtje niet slaapt. Maar we weten allemaal, je knapt er niet van op. Als je een nachtje niet geslapen hebt, ben je de volgende dag brak. Als je een week geen shabbat hebt gevierd, dan mis je iets wat God in de schepping heeft gelegd, wat vitaal is voor ons. Als eten. Je kan ook wel een dagje niet eten, maar aan het einde van de dag voel je je slap. Je kan ook wel een weekje niet shabbatten. Maar uiteindelijk merk je dat je de tol gaat betalen. Want God in zijn. Goedheid in zijn wijsheid heeft het al bedacht en heeft het in de orde van de schepping gelegd. Het begint ook al op, in Genesis 2. Ik wil met jullie lezen, er staat in Genesis 2, zo maakte God de hemel en de aarde en alles wat daarop leeft en groeit. Op de zevende dag was alles af en maakte Gods niets meer. Op de zevende dag rustte God uit van al zijn werk. God zegende de, ze, zegende de zevende dag en maakte er een heilige dag van. Omdat hij toen uitrustte van het maken van de hemel en de aarde. Als je hierover nadenkt, God heeft alles gemaakt. In al zijn pracht, in al zijn macht. Als je kijkt, als je een beetje gereisd hebt, als je wel eens in Oostenrijk of Zwitserland bent geweest, maar ook kijk om je heen. Hoe mooi de natuur is, hoe mooi de dieren zijn, hoe mooi jij als mens. In elkaar zit. God heeft alles perfect gemaakt en Hij was klaar. En dan zou je zeggen: wat zou die heilig maken? De mens, de dieren? Nee, Hij maakte tijd heilig. God heiligde de tijd. Dus we moeten de Sabbat ook niet zien als iets wettigs, iets is wat onder de wet, of wat bij de wet valt. We moeten de Sabbat zien wat onderdeel van de schepping is. Het is onderdeel van hoe wij gemaakt zijn en het is nodig om op een bepaalde manier gezond. Te leven. Net als wat ik al eerder zei, net als eten en slaap. Het is in de schepping dat God Shabbat heeft gegeven. Waarom? Omdat het goed voor ons is. En daarom moeten we er ook super dankbaar voor zijn en ook super dat het super waardevol is. En ik denk dat eten en slapen voor ons makkelijker is dan Shabbat. En God wist dat. En daarom heeft Hij het geheiligd. Hij heeft het apart gezet. Hij zegt: Dit is heilig. Don't touch this. Dat is heilig. Kom er niet aan. En God staat: Hij rustte ook zelf. En dan kun je over nadenken: Is God dan moe? Denken jullie dat God zo moe was dat hij zegt: Nou, nu moet ik echt even een dagje gaan rusten? Daar heb ik ook over nagedacht. Ik denk het niet. Wij zijn wel gemaakt naar Gods beeld, maar God is God en wij zijn mens. Wij zijn niet God. Wij lijken op God, maar God is. Next level. God is van een andere dimensie. Wij kunnen van alles. Wij zijn naar Gods beeld gemaakt. Maar ik kan niet in zes dagen de hemel en de aarde scheppen. Niet iets wat erop lijkt. Ik kan nog niet eens in zes dagen een huis bouwen. Laat staan dat als je kijkt naar de hemel en aarde. God is iets supergroots. Maar die supergrootheid die liet wel zien. nadat hij de schepping heeft gemaakt, dat hij modelde als het ware wat wij moeten doen. Want anders zou je altijd nog kunnen zeggen, ja, maar als God het niet doet, hoeven wij het niet te doen. Maar God laat zien, zonder dat hij het nodig heeft aan ons, ik doe het ook. Ik laat zien wat goed is. En echt niet omdat hij moe was. Want God is niet moe. God is groot en zoveel groot. En de Bijbel spreekt daar ook over. Als we kijken naar Psalm 121, vers, 1, uh, vers 3 en 4, daar staat over God geschreven. Hij zal ervoor zorgen dat je niets overkomt. Je beschermer slaapt nooit. De beschermer van Israël rust niet en hij slaapt niet, hij let altijd op. Dus je hoeft niet bang te zijn als je bidt dat God Shabbat heeft, want God heeft geen Shabbat meer. Daar ben ik van overtuigd. God staat er, hij slaapt niet, hij rust niet, hij is altijd actief, je kan altijd bij hem terecht. Maar toch, toen hij de schepping maakte, toen bedacht hij, ik ga toch even laten zien aan de mensen dat ik ook ruste. Want ik wil laten moddelen, ik wil laten zien dat dit superbelangrijk is, ik maak dit heilig, omdat hij weet dat dat voor ons supergoed is. En ik geloof echt, als wij dat gaan doen, dan doet dat iets met mijn lichaam. Dat heb ik ook zelf ook echt ervaren. Toen ik het heel praktisch, heel goed ging uitproberen, echt ook te doen. Ik merkte dat het iets met me deed. Ik merkte dat ik begon geestelijk op te laden. En ik denk, als je last hebt van oververmoeidheid, als je opgebrand bent, dan denk ik dat je mogelijk hier echt wel iets aan kan hebben. Dat er mogelijk voor jou hier een sleutel in zit. Dat mogelijk, ook als je denkt dat je niet werkt. Dat je niet Shabbat. Want Shabbatten is iets anders als niet werken. Daar kom ik straks op terug. En ik wil nog even terug naar Genesis 2. Misschien kunnen we terug, twee slides terug, denk ik. Naar Genesis 2, ja, dankjewel. Je gaat lekker snel. Um, daar wordt gesproken over rust. En daar heb ik ook over naast Want uiteindelijk gaat het ook over wat ik al net al zei. Na zes dagen rustte God een. Een dag. En toen dacht ik ook bij mezelf: wat, wat zou er nou bestaan in de grondtaal? En tegenwoordig heb ik een leuke website: blueletterbible.org. Is leuk om te onthouden. Daar kun je heel mooi kijken wat er in de grondtaal staat. En ik dacht bij mezelf: ik was ben zo benieuwd. Welk woordje rusten? Wat zou er dan vertaald zijn als je gaat zoeken naar het woordje rust? Is dat inderdaad ook rest in het Engels, of is dat rust in het Hebreeuws? En ik ben het op gaan zoeken. En tot mijn verbazing stond er dat God Shabbat als je gaat zoeken naar het woordje rust in Genesis 2, dan staat er God Shabbat. En een shabbat is een werkwoord. En toen, maar dan nog, wat betekent dat dan? Wat betekent shabbat? En toen zag ik dat er 47, dat de King James vertaling geeft aan 47 verschillende vertalingen van het woord shabbat. En 75% daarvan was to cease in het Engels. En toen zag ik het, want cease betekent stoppen, staken. Cease betekent like ceasefire, staakt het vuren. En uiteindelijk liet God mij zien dat Shabbat betekent gewoon stoppen. Stoppen met werken. Stoppen met doen waar je mee bezig bent. En dat resoneerde bij mij zo. En er staat ook meer. Er staat van de 71, even uit mijn hoofd, was, stond er 47 keer stoppen. En maar 7 keer rusten en maar 1 keer vieren. Het is. Stoppen is de grote betekenis van het woord Shabbat. En als ik daarover na ga denken, dan denk ik, wauw. God wil dat we gewoon even stoppen met waar we mee bezig zijn. Dat is wat hij wil. Stop met werken. Stop met je alledaagse dingen. En dat maakt heel veel sens als ik over nadenk. En ik kom daar straks, ga ik er nog iets dieper op in. Maar als we dan kijken naar de wet, dan zegt de heer, gedenk de Shabbatdag. Gedenk de stopdag, dat u die heiligt. Dat je het apart zet, dat je het belangrijk maakt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. Uw, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte. Op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Er staat niet wat je wel mag doen op de Sabbat. Er staat alleen wat je niet mag doen. Stop met werken, stop met je alledaagse dingen. En ik geloof dat daar een hele diepe les voor ons vandaag uit te halen is. Als wij gaan stoppen met onze alledaagse dingen. En Jesaja 58. Vers 13 en 14 zegt dat supermooi. Daar wordt het volk opgeroepen door je Hou je weer aan de heilige rustdag. Oftewel, ook deze gasten waren er weer mee gestopt. Het is iets wat we heel snel loslaten. Het is iets wat we heel snel weer gaan doen. En maar doorgaan. En maar altijd maar bezig zijn. Herkennen we dat? Altijd staan we aan. Altijd zijn we online. Altijd zijn we bezig met kopen, kijken, werk. Ons hoofd gaat maar door. En we zijn niet de enige. Ook het volk Israël ze was afgedwaald en Jesaja zegt: "Hou je weer aan mijn heilige rustdag. Doe op die dag niet langer wat jullie maar willen. Geniet van mijn heilige rustdag. Hou je eraan uit ontzag voor mij." En dan komt die stop op die dag met zaken doen, met jullie dagelijkse bezigheden. Stop met al jullie lege woorden. En dan komt de belofte. Dan zullen jullie weer van mij genieten. Ik zal ervoor zorgen dat jullie weer zullen gaan heersen over het land dat ik aan jullie voorvader Jacob heb beloofd. Jullie zullen er weer van genieten. Ik, de Heer, heb het gezegd en ik zal het ook doen. Stop met je alledaagse dingen. Stop met je bezigheden. En dan bedoel ik niet alleen stop met werken, maar stop ook met praten over je werk. Stop ook met denken over je werk. Stop ook met plannen maken die niet van de Heer zijn. Probeer uit te schakelen. Probeer te stoppen. Geen zware gesprekken, noem het allemaal maar op. Nee, stoppen. En wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er als wij de stekker uit onze dagelijkse activiteiten gaan, gaan trekken? Dan gaan we aan andere dingen denken. En opeens wordt alles relatief. Opeens ga je niet meer proberen om het allemaal zelf recht te trekken... door maar bezig te zijn en aan oplossingen te denken. En opeens is het tijd om weer te werken aan de relatie met God. En opeens is het tijd om na te denken over de sens van het leven. Je komt tot een bepaalde vorm van bewustzijn. Wat is nou werkelijk belangrijk? En het heeft er alles te maken, ook met vertrouwen. Ook als ik het even loslaat, God is in controle. Het hangt niet af van mijn gezwoeg en geploeter, maar ik geef het over aan God. De sabbat overtreden kun je ook zeggen van je vertrouwt gewoon God niet. Je gaat het toch proberen in eigen kracht, door Zijn regels van de scheppingsorde te overtreden, proberen om het zelf voor elkaar te maken. Stoppen met werken is God vertrouwen. Het maakt je afhankelijk. Het geeft je de mogelijkheid om weer even na te denken over de sens van het leven. Waarom zijn we hier? Waarom doe ik de dingen eigenlijk? Waarom ben ik zo druk? Zelfs als je met dingen van de Heer bezig bent, kan je zo druk ermee zijn dat je alles maar, maar doorgaat, net of dat het van mij of van jou afhangt. En door echt fysiek te stoppen, erken je, oké okay, Heer, het is niet mijn werk, maar het is uw werk. U doet het door mij heen, maar u bent niet afhankelijk van mij. Je kan het ook zien als manna. God gaf elke dag manna. En degene die probeerde te verzamelen voor meer, meer, meer. die volgende morgen was het gewoon bedorven. In Exode 16 zien we ook dat God al zei: de heilige rustdag. God gaf op, op vrijdag gaf die voor twee dagen manna, voor zaterdag. Hoefden ze niks te doen. Dus, en dat was voor de wet. Dus nog even goed bewust ons te zijn. Dit was voor de wet. Exode 16 kan je terugvinden. Gaf God manna. En dit was voordat hij de wetten gaf. Het is gewoon iets wat God altijd al aan zijn volk heeft willen geven: om ze te leren te vertrouwen. dat elke dag genoeg heeft aan zichzelf. En dat we niet hoeven sparen voor meer, meer, meer. En ik denk ook vaak dat we hard werken omdat we jagen naar meer, altijd maar bezig zijn. Waarom? Waarom zouden we ons over de toeren laten jagen om die ene dag, die goede mooie dag die God ons heeft gegeven, te laten roven? Omdat wij in de westerse maatschappij in de ban zijn van meer. We zijn slaaf geworden als we terug in Egypte. Meer, meer, meer. Meer werken, overuren maken zodat we meer een groter huis kunnen zodat we een grotere auto kunnen rijden dat we vaker op vakantie kunnen gaan omdat we denken dat dat ons uiteindelijk bevredigt. Dat is de diepe gedachte van meer meer meer. Ik ben gelukkig als ik een nieuwe auto heb. Ik ben gelukkig als ik die verre reis heb gemaakt. Ik ben gelukkig als als ik meer heb. In de westerse maatschappij is meer hebben denken dat we meer gelukkig zijn. Maar God zegt stop. Ik wil dat je stopt met werken. Ik wil dat je gaat nadenken over wat je doet. En ik wil dat je aan mij genoeg hebt. Ik wil jouw rust zijn. Ik wil jouw vrede zijn. Want het is een leugen dat meer jouw gelukkig gaat maken. En het is ook echt zo. Meer spullen is meer zorgen. Meer verantwoordelijkheden is meer zorgen. God is degene die ons rust geeft en die uiteindelijk ons echte vrede geeft. En dat erkennen we op het moment dat we de Sabbat gaan houden. We zijn geen slaaf meer van meer, meer, meer. Maar we geven ons aan God en laten ons door hem alles in perspectief zetten. Ook, als, ook voor mij als leider van de gemeente, als ik niet kan stoppen, dan, dan durf ik het ook eigenlijk niet aan God uit handen te geven. En ik heb, toen ik dit zou ervaren, ook met de andere lied elders gesproken. Ik zeg, hoe ervaren jullie dat? Hoe ziet jullie Sabbat eruit? Wanneer doen jullie het? Ja, ja, we proberen het wel op zaterdag te doen. Maar ik zei, hoe doe je dat dan? Ja, uiteindelijk ben je toch. Ik merkte bij mezelf dat het op zaterdag meer rust gaf om mijn to-do-listjes af te werken. dan dat ik echt aan het rusten of dat ik echt van God aan het genieten was. Als je zover bent, dat de schrijver van het boek zei. als je daar bent, dan heb je een probleem. en ik realiseerde me, ik heb ook een probleem. En ik zie om me heen zoveel mensen die datzelfde probleem hebben. Als ze vrij zijn, dan zijn ze nog bezig met de tuin of het huis. En en dat is niet wat God bedoelt met Sabbat. God wil dat we in Hem rusten en dat we genoeg is genoeg. Dat we genieten van de goedheid van God, dat we met Hem bezig zijn, dat we op Hem gericht zijn. En als we op Hem gericht zijn, dan verandert ons hele perspectief. Uiteindelijk branden we op als we het niet doen. Hoeveel mensen in Nederland kampen wel niet met. Overspanningsklachten, burn-out-krachten. Waarom? We staan altijd aan. Altijd online. Je stuurt iemand op elke dag een appje en de meeste mensen reageren binnen no time. Soms als ik hem verzonden heb, dan zie ik tien seconden later online. Nou ja, zit gewoon met zijn telefoon in zijn hand en dat gebeurt bijna altijd. Ook bij mezelf. Die telefoon, je leeft ermee. Het is je werk, het is je social life, het is je alles. Ik zie wat herkenbaarheid bij sommige mensen in de zaal. Ik zie wat cynisch negenknik. Maar ik denk dat iedereen dit herkent. Als we gaan shabbatten, dan verschuift de focus van wat we niet, op hetgene van wat we willen hebben. terug naar hetgene. we zijn weer tevreden met wat we hebben. en we gaan ons niet meer focussen op de dingen die we niet hebben. En dat is superkrachtig. Dat is een geestelijk iets. Als je dat kan pakken. Dan ben je rijk. Het gaat je focus veranderen. Het verandert in dankbaarheid. Dankbaarheid en sabbat gaan hand in hand. Als je niet kan rusten, dan ben je niet dankbaar, want je bent eigenlijk nog bezig met controle of meer. Jezaja 58 zegt, en dat is de samenvatting, uh, eentje verder, denk ik. Als jullie stoppen. Dit is heel diep. Dit zegt Isaiah 58. Als jullie stoppen, oftewel als jullie shabbatten, dan zegt God: zal ik ervoor zorgen dat jullie weer gaan heersen. Je krijgt de regie weer terug. Hij geeft ons, als het ware, de regie weer terug van ons leven. En niet meer dat het leven over ons heerst. En dat was mijn ervaring: het leven regeerde over mij. En ik geloof als toen ik echt heel fysiek mijn telefoon voor een weekend uitzette ervaarde ik dat God mij weer liet regeren over mijn eigen leven. Mijn gedachten, mijn focus. Alles werd weer opeens in, in, in perspectief gezet en het hielp me zo. Jezus zegt ook dat de sabbat is er voor ons. En wij niet voor de sabbat. Het, oftewel, met andere woorden, het dient ons. Het is goed voor ons. Het is een hulpmiddel om fit te blijven. Het is iets wat God ons gegeven heeft om te kunnen blijven presteren en ons de focus af te halen van meer en meer en meer. En de vraag is nu hoe ga ik dat praktisch doen? Hoe gaan wij dat praktisch doen? We kunnen natuurlijk wel praten erover. Ik zeg altijd, we moeten niet kakelen, we moeten eieren leggen. Dus ik ben ook iemand, als ik het zie, dan wil ik het ook gelijk gaan implementeren. Dan wil ik het ook gelijk gaan doen, want ik geloof, en ik hoop ook echt dat jullie met me meedoen. We gaan het als leiders van de gemeente ook echt implementeren in mijn leven. Ik ben er al mee begonnen. Ik merk dat ik nog wel even een beetje aan het zoeken ben en dat ik nog een beetje last heb van afkikverschijnselen. Maar goed, ik heb mijn keuze gemaakt en jullie mogen eraan houden, dit gaan wij doen. En het begint erover na, is van, um, dat je gaat nadenken, welke dag ga ik dat doen? Maak een keuze, heel praktisch. Wanneer is voor jou een haalbare dag? Ik heb er zelf voor gekozen om het van vrijdagmiddag tot en met zaterdagmiddag te doen. Uh, dat is omdat het voor mij verreweg het praktischst werkt. Omdat we um, zaterdagmiddag, wil ik me graag even voorbereiden als ik moet spreken of leiden op zondag. Um, ja, dan kun je even weer een soort opstarten voordat de zondag begint. En vrijdag is het heerlijk, de hele week ben ik druk geweest. En vrijdagmiddag, dan stop ik. Um, dus probeer voor jezelf na te denken: wanneer is voor mij een handige dag? Het is niet zo dat het per se moet op zondag. Het nieuwe verbond zegt ook in um, Romeinen 14, vers 5. dan lezen we ook: de ene achter de andere dag bo um, boven de andere dag. Maar de andere acht alle dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest de volle overtuigd zijn. Laat dus niemand, Colossense 2, u veroordelen in zaken eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is Christus. Dus oftewel, we moeten niet onze rust gaan vinden in de sabbat. Onze rust moeten we vinden in Jezus. Maar tegelijkertijd gaat het hand in hand. We kunnen, ik geloof, als we de sabbat aan de kant gooien, dan gooien we iets aan de kant. Wat God al in de scheppingsorde heeft gebracht. En ik zie bijvoorbeeld bij voor 12 dat de meeste leiders die doen het op maandag. Maar we hebben als Oudste team, ook met elkaar over gehad, dat voor ons is de vrijdag op zaterdag eigenlijk de enige datum dat echt haalbaar is. Veel mensen, ik heb ook een eigen bedrijf en anderen zijn ook uh, overdag nog andere bezigheden. En het is niet lekker als je bedrijf draait, bijvoorbeeld, en je bent dan een dag onbereikbaar. Dus we hebben ervoor gekozen om als leiders dat in ieder geval op die, dat tijdstip te gaan doen. En daarom hebben we ook de jeugd verplaatst naar de vrijdagavond, omdat we het belangrijk vinden, want anders moeten we of naar de, van de vrijdag naar de zaterdagavond, omdat we het belangrijk vinden dat we die tijd ook echt niet hoeven rijden, dat er geen activiteiten zijn, dat we ook echt daadwerkelijk kunnen rusten. Dus als je die tijd er zijn, ook geen gemeenteactiviteiten op die punten, zodat ik ook met Floris niet hoef te communiceren, dat we ook echt even vrij kunnen zijn, dat we onze telefoons uit kunnen zetten, dat we even offline kunnen zijn. En ik wil ook vragen eigenlijk om dat ook te respecteren. Zeker ook voor ons als leiders. Uh, we hebben open huizen. Mensen lopen altijd naar binnen en daar genieten we van. Er eten altijd wel mensen bij ons mee. Dat zie ik, ook bij, dat zie ik eigenlijk overal. Maar ik denk dat het ook goed is om te respecteren. Oké, okay, ook bijvoorbeeld bij Floris. Dat is ook gewoon net een duiventil daar. Mensen komen in en uit. Maar hou er rekening mee dat hun ook Sabbat vieren. En dat wil niet zeggen dat je er niet meer mag komen. Maar hou er rekening mee. Als je komt voor je pastorale nood, dat hun vrij zijn. Als je komt om leven te brengen. Als je komt om een getuigenis te delen. Maar hou er ook rekening mee. vraag: joh, weet je, ik weet dat het je vrije dag is, kan ik even een bakkie komen doen. Maar hou er rekening mee en zoek het voor hun ook niet op, ook omdat we ons willen beschermen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar goed, even verder, hoe ziet het er praktisch uit? En daar heb ik best wel lang over nagedacht. Um, hoe gaan we dat doen? Nou, voor mij houdt dat in dat ik vrijdagmiddag gewoon mijn telefoon gewoon uitzet. Ik zet mijn laptop uit, ik, zet mijn, ik kijk geen e-mail en ik kijk geen telefoon. En ik ervaar dat, als ik dat doe, alsof ik de stekker uit de ventilator trek. Het stopt. Ik ga stoppen, zeg ik tegen de heer. Ik stop nu met alles wat werkgerelateerd is. En voor mij is de gemeente werkgerelateerd. Als ik een appje van iemand krijg, dan sta ik gelijk weer aan... En ik merk ook, als ik mijn telefoon bijvoorbeeld niet uitzet, en ik ga twee uurtjes of, dan begin ik tot rust te komen, dan gaat de ventilator bijna stilstaan, en dan zie ik voice note van Floris de Kruijf. En dan gaat bij mij al, oh, dan gaat hij alweer aan, weet je, voel je hem? Dan gaat de ventilator alweer draaien. En het eerste wat ik denk, oh nee, wacht, het is Sabbat, ik ga niet luisteren. Maar als ik niet luister, dan denk ik, Oh, wat zou die hebben? Zou er wat gebeurd zijn? Is er wat aan de hand? Als ik wel luister, dan luister ik en dan ga ik weer nadenken. Oh, dan moet ik weer wat mee. Dus ik heb voor mezelf geleerd: als ik geen harde switch-off van mijn telefoon doe, krijgt die ventilator gewoon niet uit. Die molen blijft draaien. En, ik, en het helpt mij zo. Ik heb gewoon ervaren elke keer dat ik het nu gedaan heb, dat ik na een aantal uren, soms duurt het gewoon heel lang, dat mijn hoofd tot stilstand komt. Ik heb met Evie de afspraak: we praten niet over de kerk gaan niet over mensen praten, wat er aan de hand is, wat er nog beter kan. Dan zijn we altijd, gaat dat in onze hoofd. Oh, ik heb dat opgepikt, Peetje je moet echt nog even met die gaan praten. Oh, notitie, weet je wel. Zo gaat dat in ons leven. Jullie kennen ons een beetje. We praten niet over de kerk. Geen zware discussies. Uh, we praten ook niet over het werk. We praten gewoon. Hoe gaat het met je? We praten over dingen van het leven. We praten met onze kinderen, we zijn in verbinding met elkaar. We genieten van lekker eten. We gaan lekker een stuk afgelopen vrijdag heb ik lekker de barbecue aangezet, lekker goede stukken vlees erop. We genieten van lekkere dingen. We lezen uit de Bijbel, we praten over God. We zijn dankbaar. We richten op allerlei dingen die ons dankbaarheid geven. En het is heel goed om over na te denken hoe dat voor jou werkt. Want wat mag wel en wat mag niet. Om een voorbeeld te geven, mag je op zondag of op Shabbat, of wat voor dag jouw dag is, mag je hardlopen? Mag je de tuin doen? Mag je naar de bios? Mag je uit eten? En ik denk dat voor mij de, de graadmeter is: geeft het leven. Geeft het leven. Voor mij bijvoorbeeld is sporten. Als ik even een half uurtje hardloop, dat geeft mij heel veel leven. Dat doe ik, daar knap ik echt van op. Dus voor mij is dat iets wat ik als, ik, als ik even een uurtje over heb, dat ik dat heerlijk vind om te doen. Maar voor een ander is het als een nachtmerrie om een half uur lang te moeten gaan hardlopen. Dat zijn de meesten dus. Ja. <laughs> voor de meesten geeft dit geen leven. Voor mij geeft dit leven. Voor even in ieder geval niet. Maar voor mij geeft dat leven. Het helpt mij. Tuinen, weet je. Hou er rekening mee, wat is het omdat je het af wil hebben, omdat het allemaal netjes eruit Of ge geeft het je energie? Dat je als je een uurtje in de tuin hebt gezeten, dat je zoiets hebt van. lekker zeg, even lekker in de natuur. Of ben je gewoon weer bezig om alles, maar is het werken? Dat zijn twee, dat kan voor de ene compleet anders zijn als de andere. Mensen uitnodigen. Dat kan gewoon op de sabbat. Maar geven die mensen je leven of drainen ze je of kosten ze je energie? Dus als je niet uitgezond, nee. Ik kan zelf ook gewoon soms een drainer zijn. Vraag maar een Eefje, dan zit ik gewoon te zeuren en dan ben ik moe, weet je wel. Dus mensen kunnen ook gewoon, als ze met hun dingen bij je komen, om opgeladen te worden. Dat kost je gewoon energie. En dat is niet verkeerd, want dat is ook goed. Ik heb ook soms dat ik bij, me, bij Floris of bij Eefje even zeg van, joh, het is, uh, weet je, dus... Je snapt wat ik bedoel. Als je komt om lekker gewoon te fellowshipen, God met elkaar te aanbidden, lekker het leven met elkaar te vieren, dankbaarheid uit te spreken, doe het lekker op de Sabbat. En als je merkt dat je, als die mensen weggaan, yes, wat een heerlijke tijd. We zijn opgebouwd met elkaar, we hebben Jezus aanbeden, dat geeft leven. Maar als het gaat om, zwaar, als mensen komen met al hun zware pastorale gesprekken, en het gaat allemaal weer over alles wat zwaar is en moeilijk is, moeten we gewoon niet willen, denk ik. Want dan... Draait het ons, dat kost ons superveel energie. En zeker als je veel pastoraat doet, is het ook gewoon heerlijk om even niet over de dingen die zwaar zijn te praten. En we moeten soms ook over de dingen van het leven praten, maar ik denk niet op sabbat. We moeten opladen, we moeten weer leven krijgen, we moeten onze focus weer gaan hebben op God en op dankbaarheid. Ik ben ervan overtuigd, ik heb natuurlijk op de conferentie gesproken over dankbaarheid. En ik heb ontdekt in mijn eigen leven dat er een relatie is tussen sabbat, dankbaarheid en de vreugde van de Heer. En dit is ook een mooie sleutel. Het is niet alleen dankbaarheid, het begint met de sabbat. Het begint tot rust komen, tot realisatie komen, eigenlijk tot. Connectie te komen met Jezus. Dat is het doel van de sabbat eigenlijk. Dat we genieten van God, van Zijn redder. Dat Hij een redder is, dat Hij een vader voor ons is. Dat we in Zijn Woord zijn en Zijn Woord geeft ons leven. En vervolgens gaat ze zelf je hele hart weer veranderen. Van je problemen worden opeens in een ander perspectief gezet. En opeens merk je dat er weer dankbaarheid in je hart komt. En opeens merk je ook dat die dankbaarheid zich weer omzet in de vreugde van de Heer. En nou ga ik een hele. Persoonlijke vraag stellen. Hoe ziet jouw leven eruit voor de mensen om jou heen? Als mensen naar jou kijken, zouden ze dan denken: Wauw, ik wil ook Jezus volgen? Of ben je altijd aan het rennen? Ben je altijd aan het jagen? Ben je altijd aan het werk? Dat mensen zoiets hebben: Oh, ik word er al moe van als ik naar het leven van die persoon kijk. Stroomt jouw leven over van dankbaarheid omdat je weet dat God de goede gever is. Omdat je tot kan rusten bij hem. Ik geloof als wij gaan rusten bij hem en wij dankbare mensen worden. En de vreugde van de Heer komt er in alle omstandigheden uit. Dan worden we nog veel navolgbaarder als dat we nu al zijn. En dat heeft alles te maken met die Sabbat. Met die rust die ons gaat helpen. Genoeg is genoeg. We hoeven niet meer meer. En God is de gever van alles. Dankbaarheid. Stoppen. Dat is wat God van ons vraagt. En ik wil afsluiten met waar ik mee begonnen ben, Hebreeën 4. Het is de combinatie. Het is het verlossende werk van Jezus dat ons vrede geeft, dat ons echte rust geeft. En ik geloof, als wij dat gaan combineren met de sabbat, als wij gaan vieren, dat we tot rust gaan komen door Jezus op die dag dat we daar alle tijd voor hebben op die dag dat we niet hoeven te werken dan is sabbat a foretaste of heaven dan proeven we al iets van wat wij straks in de hemel gaan hebben dan hebben wij die maaltijd met elkaar waarin we genieten van een glas wijn waarin we genieten van het goede eten waarin we God danken waarin we niet hoeven te werken en ook niet voor onze redding. Daar zit ook, denk ik, een geestelijke connectie in. Het, we hoeven niet te werken voor onze redding. Sabbat is stoppen met werken. En ook daarin kunnen we soms in het geestelijke doorslaan. Dat we maar gaan en gaan en gaan, omdat het uiteindelijk nooit goed genoeg is. En misschien heb je Jezus wel aangenomen als redder, maar leef je nog steeds in die veroordeling van niet goed genoeg. Veel christenen hebben dat, die hebben het gevoel dat ze altijd maar nog geestelijker moeten zijn, dat ze meer moeten doen. Maar God zegt, kom tot rust bij mij. Stop met werken. En dan niet alleen met werken van de dingen, die alledaagse dingen, maar stop ook met het proberen te verdienen van je redding. Kom bij mij zitten, aan uw voeten, Heer, is de hoogste plek. En aan de voeten van de Heer doe je niets. En geniet je van zijn goedheid. En kom je tot een diepe, diepe rust. En ik geloof dat met mijn hele hart, dat de mix van Hebreeën 4, het verlossingwerk van Jezus, in combinatie van de sabbat, ik zei het net al, is een voorproefje van de hemel. In de hemel is er geen werk. In de hemel is er geen veroordeling. In de hemel staat de maaltijd klaar. Die we gaan vieren met Jezus. De maaltijd, de bruiloftsmaaltijd van het Lam. Jezus wacht ook met wijn drinken totdat wij daar zijn. Wij zijn zijn bruid. Hij is de bruidegom en hij kijkt ernaar uit om met ons die dag te vieren. En ik hoop dat dit plaatje blijft, bij je blijft hangen: dat wij op vrijdag, of welke dag jou ook is, aan het oefenen zijn om die bruiloft te gaan vieren. Dat we ons klaarmaken, dat we al wennen aan het ritme dat we straks in de hemel de hele tijd hebben. Rust met Jezus. Amen.